In het verkeerseducatiecentrum in Drachten werd zaterdag de 5000ste deelnemer aan Trials, de Ultimate Driving Test, gehuldigd. Bas Tazelaar was de 5000ste. Hij werd gefeliciteerd door gedeputeerde Piet Adema. Bas kreeg een bos bloemen en een cadeau van Trials en het Verbond van Verzekeraars. Een hand geven en dan even goed in de camera's kijken, want we komen hier aan bij bladen. Gewoon nog beroemd ook, hè? Ja, en kijk, op jou rust natuurlijk wel een extra zware taak vandaag. Want ten eerste ben jij natuurlijk een beetje het gezicht nu van Trials. En het aardige is, als jij natuurlijk straks een keer wordt aangehouden onderweg door een agent, die heeft nou die bladen jouw foto's zien staan en zegt, hey, waarom doe je dit? Heb jij niet meegedaan aan Trials? Heb jij niet anders geleerd dan? Dus op jou rust extra verzorgen. Alsjeblieft. Okay, ja, dankjewel. En een cadeau erbij. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar eigenlijk jullie allemaal gefeliciteerd. Ja, je hebt gefeliciteerd. Jonge automobilisten krijgen door Trials beter inzicht in risico's en rijgedrag. De training begon in 2005 als een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Veilig Verkeer Nederland en de provincie Drenthe. Inmiddels wordt de training in 6 provincies aangeboden. De provincie Friesland betaalt een subsidie van €100 per deelnemer.